het Zuid-Limburgse Heuvelland. Het landschap is daar uniek. Je komt daar planten en dieren tegen die je in de rest van Nederland eigenlijk niet of nauwelijks vindt. Maar in dat landschap daar hebben we ook met een aantal belangrijke knelpunten te maken. We hebben te maken met een waterkwaliteit die voor de kwetsbare natuur eigenlijk onvoldoende is om die te beschermen. We staan hier op een helling, een steile helling. En op die helling ontspringen tientallen, misschien wel honderden bronnetjes overal. Het is in Nederland is dit de enige plek waar we überhaupt kalktufbronnen hebben. En die kalktufbronnen hebben een probleem. Er zit heel veel nitraat in, dus stikstof in het water. En ook fosfaat. Dat blijkt ook als we kijken naar ons omringende landen, dan zie je gewoon veel lagere concentraties in het bronwater zitten. Die stikstof die wordt dus op de hogere gronden via bemesting, komt dat op de grond en spoelt uit. Ja, dat zal teruggedrongen moeten worden, wil je gezond water terugkrijgen. Hetzelfde grondwater waar dit uit voortkomt is ook ons drinkwater. Daarnaast, met heftige buien, hebben we wateroverlast in het Heuvelland. In de dorpen, maar ook in Natura 2000 gebieden hebben we daar last van. Aan de andere kant hebben we in de zomers ook steeds meer te maken met droogte. En we willen ook nog eens de biodiversiteit versterken. Met partijen in het gebied hebben we de krachten gebundeld om die knelpunten samen aan te pakken. Dat doen we integraal, gebiedsgericht. Dat noemen we de propositie Heuveland. En we willen agrariërs in het Heuveland stimuleren om nog meer bij te dragen aan de verduurzaming van de omgeving. Maar belangrijk, er moet voor hen ook toekomst blijven om te kunnen voortbestaan. Het is een samenwerking, hè? Door goed advies en maatwerk op bedrijfsniveau toe te passen, kunnen we realiseren dat we zo'n goed mogelijke opbrengst kunnen behalen met zo laag mogelijke giften van nutriënten. Wij kunnen zelfs met slim bemesten kunnen we bewijzen dat we meer afvoeren aan nutriënten dan dat we aanvoeren. Goede bodemstructuur is essentieel, grondbewerking, organische stof is essentieel, gewassenkeuzes, rassenkeuzes. En niet te vergeten, een goed vanggewas is ook heel essentieel. Als ik het heb over grondbewerking, hier zien we bijvoorbeeld zijn aardappels gepoot, waarbij kleine geultjes worden gemaakt. Op het moment dat er heel veel water valt, dan stroomt het water van de ruggen af en dan wordt het daar tegengehouden. Dus dat het water naar de tijd heeft om die grond in te zakken. We hebben met een aantal lokale agrariërs een maatregelenpakket opgesteld om afspoeling van landbouwpercelen te beperken, om infiltratie van water te bevorderen en om de grondwaterkwaliteit te verbeteren. En we willen gaan kijken hoe dat bij een veel grotere groep agrarische ondernemers in het Heuveland, hoe we die kunnen inpassen in de bedrijfsvoering. En wij zullen hen als overheden daar ook bij ondersteunen. Ik doe mee aan deze projecten dat we voor de toekomst een duurzame landbouw kunnen behouden, waarbij er een boterham is voor de ondernemers, maar zeker voor de volgende generatie in de toekomst is, waarbij we ook kunnen zeggen dat we een schoon grondwater houden. Want als we geen schoon grondwater meer hebben, is er voor niemand meer een toekomst.